Julia, de finale staat voor de deur. Hoe groot was de ontlading afgelopen halve finale? Heel groot, maar ook heel gek. Omdat ik al eigenlijk vrij vroeg in de aflevering wist dat er een finale plek voor mij was. Waardoor het eigenlijk tijdens de aflevering heel de tijd zo een klein beetje op de achtergrond aan het doordringen was. En pas toen ik die avond op mijn hotelkamer zat, dacht ik, wojo, wat is er eigenlijk gebeurd vanavond? Maar ja, nee, die was uiteindelijk wel heel groot. Ik heb echt heel hard gehuild. Dat ik echt zoiets had van, dat ik dit mag doen, dat is echt een voorrecht. Echt. Wie is jouw grootste concurrent? Mijn grootste concurrent? Eigenlijk allemaal. En dat klinkt super cliché, hè? Dat wil je helemaal niet horen van mij. Maar dat is oprecht zo. En we hebben hier allemaal keihard voor gewerkt. En inmiddels weet ik ook, op het moment dat ik het niet word, durf ik ook met een gerust hart naar huis te gaan. Want ik weet gewoon, K3 is in goede handen ook bij een van de andere drie. Gaat Amy winnen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Gert Verhulst heeft nogal een krasse uitspraak gedaan, hè? Ja, Gert is een Amy-fan. Maar ja, vanaf nu heeft Gert eigenlijk niet meer zo heel veel te zeggen. Want het is aan het publiek en aan Hanne en Marten en bij wie zij zich het fijnst voelen. En daar gaat het om. Dus dan kan Gert vinden wat hij vindt. Maar uiteindelijk gaat het daar niet over. Er zijn wel drie Nederlandse meisjes in de finale. Denk je niet dat dat misschien een nadeel is? Goh, ik denk eigenlijk dat het niet zo heel veel uitmaakt. Het gaat gewoon om de personen die wij zijn. En mensen thuis hebben toch inmiddels denk ik wel hun favorieten gekozen. En ik krijg ook heel veel berichtjes van Vlamingen die zeggen, goh, ik ben inderdaad Belgisch, maar ik vind jou superleuk en ik ben helemaal fan van jou. Dus ik denk eigenlijk dat het oprecht niet zo heel veel uitmaakt. Ik denk dat we dat hele Nederland-België ding toch een beetje minder serieus moeten gaan nemen met z'n allen. Want ik ben nu een tijdje hier en er is eigenlijk gewoon geen verschil. Ja, je hoort het aan het accent, maar that's it eigenlijk. Dus no worries, nee. Je hebt ondertussen een heel parcours afgelegd binnen K2 zoekt K3. Welk aspect heb je het meest onderschat? Ik denk de impact op social media. Want de volgers die wij er in één keer allemaal bij hebben gekregen, dat had ik echt niet aanzien komen. Maar we krijgen zoveel support. Ook haat. Maar ja, dat met support komt haat. En dat is iets dat ik niet had verwacht. Maar echt hele bijzondere verhalen in mijn berichtjes. Dat ik denk, wauw, ik kan echt gewoon iets betekenen voor andere mensen. En dat had ik niet aanzien komen. Dat mensen mij echt sturen van, door jou sta ik een stuk positiever in het leven. En als ik naar jouw optredens kijk, dan word ik helemaal vrolijk. En ik ben heel blij dat ik mensen dat gevoel kan geven door een camera heen. Hoeveel mensen hebben het al aangevraagd met jou? Nou ja, niet letterlijk. Maar er zijn redelijk wat jongens die berichtjes sturen met, ik ben verliefd op jou. Ik wil met jou trouwen. Als je vriend ooit bij je weggaat, mag je bij mij uitkomen huilen. Ja, dat negeer ik. Maar het is wel grappig. Besef jij wat er na de finale allemaal in jouw leven zou kunnen veranderen? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat wij allemaal inmiddels de afgelopen week, al helemaal in aanloop naar die finale, heel goed zeg maar gebriefd zijn. En ook de afgelopen maand eigenlijk, dat we gewoon überhaupt die studioshows aan het doen waren. We zijn echt gewoon een soort van in het K3-leven gestapt. En we proeven daar gewoon nu van. En we zijn er allemaal gewoon achter, wij kunnen dit aan. Anders ben je niet meer hier. Wij willen dit allemaal. En we weten heel goed wat er boven ons hoofd zou hangen op het moment dat we het worden, en dat bedoel ik in een positieve manier, want K3 is veel, het is heftig en het is, je zou het een keurslijf kunnen noemen, maar je krijgt er echt heel veel voor terug en dat klinkt heel cliché, maar het is wel echt zo. Wat ga jij doen als je de finale niet wint? Dan ga ik eerste maand denk ik heel erg huilen in mijn bed en dan wil ik niks anders meer. Maar daarna ga ik mezelf gewoon weer bij elkaar rapen en proberen om iets anders te bereiken in theater of in musical, iets in die richting. Dus ik ga het podium echt wel weer opkruipen. En als jij wint, dan staat jouw zondag al een heel zware werkdag te wachten waarschijnlijk. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me nog niet helemaal heb verdiept in hoe die eerste dagen eruit gaan zien. Dat zou ik dan allemaal lekker over me heen laten komen en we worden supergoed begeleid. Dus dat zien we dan wel weer. 1 week na de finale, Sportpaleis Sinterklaas Show. Zou je al nerveus worden, nu al?
Nee, daar zou ik alleen maar vet veel zin in hebben, nu al. Want ja, dat is gewoon goud. We hebben ook een tijdje geleden mochten we naar het Sportpaleis, naar Klaasje, de laatste optreden kijken. En ik stond in die zaal. En het gevoel wat ik toen kreeg, kreeg ik kippenvel over mijn hele lichaam. Omdat ik me ook in één keer besefte, ik keek die zaal rond. Dat is de hoeveelheid mensen die zich hebben ingeschreven voor dit programma. En toen stond ik daar nog in de halve finale destijds met z'n zessen. En dan denk je echt, hoe bizar is het dat ik nu sta te kijken naar wat ik misschien hier over een paar weken mag gaan doen op dat podium. Nee, dat is alleen maar goud. Dat is echt goud voor mij. Julia, volgende vraag. Je moet één naam noemen en je mag er ook geen twee noemen. Wie is het meest eerlijke jurylid geweest? Natalia. Natalia die kan heel goed observeren en je bent echt iets met wat zij zegt. Daar kun je iets mee en zij geeft gewoon hele terechte commentaren. En dat kun je meenemen en gebruiken voor je volgende optreden. Daar waar andere juryleden, een Ingeborg, die is gewoon super lief. Echt super lief en dat is heel fijn om terug te krijgen. Maar Natalia die geeft je gewoon echt dingen om aan te werken en dat vind ik altijd wel heel fijn. Ingeborg moet Kure van Gordon een beetje verdoezelen. Dat is misschien wel waar. Dus wat dat betreft is het heel fijn dat ze ertussen zit. Stel dat Gert Verhoest na de finale bij jou komt om jou te feliciteren met de overwinning. Maar die zegt van, ja Julia, er is toch iets aan jouw lichaam dat moet wijzigen. Wat mag het zeker niet zijn? Wat is er onbespreekbaar voor jou? Wat is er onbespreekbaar voor mij? Nou ja, mijn lengte. Daar kan ik niks aan doen en daar ga ik ook niks aan laten doen, want ik ben gewoon niet zo heel groot, maar dat doet iedereen er maar mee. Ja, daar ga ik niks aan veranderen. Heb jij een bepaald ritueel voor aanvang van de show? Niet per se eigenlijk. Ik ben niet echt bijgelovig of ik heb niet per se iets bij wat me gaat helpen op het podium. Nee, ik probeer gewoon helemaal mezelf lekker hyped te maken om dat podium op te gaan. En meestal heb ik van tevoren wel heel veel zenuwen. Maar zodra ik ben begonnen en mijn eerste noot heb gezongen, dan denk ik, oké, let's go, we gaan dit doen. Julia, stel dat jij K2 Zoekt K3 wint. Hoe lang ga jij dan bij K3 blijven? Want dat vraagt iedereen zich af. Zolang als dat Hanna en Marten door willen. Want het lijkt me ergens wel heel sneu om over, weet ik veel, 10, 12 jaar een K1 Zoekt K3 te organiseren. Nee, dus zolang als dat het nodig is. En ik ben ook echt van plan om dit jaren te doen, mocht ik de kans krijgen Klaasje er plekje over te mogen nemen. Maar een K1 Zoekt K3 hebben we nog nooit gehad. Nee, zou wel een primeurtje zijn. Dus wie weet iets om op te gooien tegen die tijd. Maar laten we het hopen dat het niet nodig is. Laatste vraag. Ik besef dat het een heel moeilijke vraag is. Maar wie is nu het liefst? De Belgische pers of toch de Nederlandse pers? Ja, dan ga ik toch de Belgische pers zeggen. De Nederlandse pers die vist meer en die zijn iets harder. En die proberen er toch iets meer uit te trekken. Dus wat dat betreft denk ik toch de Belgische pers. Naar wat had ik moeten vissen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, dat weet ik niet. Maar de Nederlanders vinden altijd wel iets waarvan ze denken, misschien kunnen we ze hierop pakken of daarop pakken. En dan staan wij van, hoe ga ik hierop antwoorden? Maar het valt mee. Oké, ik ga vissen. Is het al een uitgemaakte zaak wie K3 wordt? Nee, zeker niet. Dan kun je vissen waar je wil, maar daar kun je echt geen antwoord uit krijgen. Want nee, dat is echt nog onbeslist. En al helemaal nu het publiek thuis een inbreng krijgt in wie het gaat worden en mag gaan stemmen via de televoting. Er is gewoon geen pijl meer op te trekken. Dus nee, het is niet beslist. Heel veel succes zaterdag. Dankjewel.